Hallo allemaal, vandaag zijn we in Bokkelo bij de Jaakse Zopendag. Nou, wij zijn een organisatie die de laatste wensen vervult van terminale patiënten die relatief niet lang meer te leven hebben. En die vervoeren wij per ambulance, omdat ze alleen nog liggend vervoerd kunnen worden. En ze kunnen ook geen gebruik meer maken van andere vervoersmogelijkheden, vandaar dat wij de ambulance daarvoor gebruiken. En dat is een aangepaste wensambulance, omdat je met langere ritten te maken hebt. En we doen het ook allemaal kosteloos voor de wensvrachtwagen. We hebben 2 eigen ambulances op dit moment, 150 vrijwilligers die dat doen. Chauffeurs, de verpleegkundigen en mensen die het PR-gedeelte doen, stichting onder de aandacht brengen, zoals wij op dit moment nu, zoals wij hier staan. In het kort gezegd is dat hetgene wat wij als stichting doen. Sinds jullie deze maand al geholpen? Nou, de afgelopen maand, het is een gemiddelde van 3 wensen per week. We zitten niet altijd specifiek aan het aantal, dus even afhankelijk van het aantal aanvragen. Maar als je dat over de laatste maand gaat rekenen, dan kom je toch al gauw op een 30 à 35 wensen. Maar dat varieert een beetje, dat is een beetje afhankelijk van de periode waarin dat plaatsvindt. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Zo werkt dat. Ik wil bedankt en succes. Graag gedaan. Ik vond het fijn om even van jullie gelegenheid gebruik te kunnen maken om het onder de aandacht te brengen. Bedankt. Bedankt voor het kijken en tot zaterdag. Daag!